Ik begin met een verhaaltje. En ik zet hem scherp in, maar ik wil ook... Ik zet hem expres scherp in, omdat ik vind dat de discussie over vrijwilligersproblematiek wordt heel snel ook gezegd dat er gelijk een probleem is. En uiteraard wordt er heel veel ervaren en gevoeld dat het een probleem is. En gelijkertijd bij elke vereniging waar ik kom die ik zeg, wordt elk weekend nog gevoetbald. Er wordt altijd gevoetbald. Er is nog nooit een moment geweest dat ik kom met mijn vrijwilligersprobleem en ik vraag, wordt er niet gevoetbald of is de kantine niet open? Wat is er gebeurd? Nee, dat is het niet. Dus ik ben dan altijd benieuwd, maar wat is er dan wel? En dan ben ik op zoek naar de essentie van de vrijwilligersproblemen. Van waar hebben we dan eigenlijk feitelijk een probleem mee? Hebben de verenigingen dat al duidelijk voor zichzelf? In welke hoek zit het dan precies? En ik wil een discussie op gang brengen die bij moet dragen aan jullie interne discussie bij jullie op de club. Dus ik ga bewust nu even wat strakker een kant kiezen om jullie misschien een beetje te triggeren. En als je daar wat van vindt, mag dat natuurlijk ook allemaal. Dat is allemaal hartstikke goed en ook de bedoeling. En daarvan heb ik een verhaaltje voorgelezen waarin ik mijn visie op vrijwilligersproblematiek even neerleg. En daarna gaan jullie heel snel aan de slag om dat met elkaar allemaal mee te nemen. En dan geef ik jullie een opdracht mee. Dan krijgen we een plenaire terugkoppeling. Hopelijk een leuke discussie. En dan is het uurtje denk ik wel voorbij en dan gaan we door naar deel 2. Dus, hier komt mijn korte verhaaltje. Al jarenlang draait en functioneert een vereniging op vrijwilligers. Daar in de vroege jaren vrijwilligerswerk als tweede natuur werd beschouwd, lijkt dat niet meer zo te zijn in de huidige tijd. Veel verenigingen krijgen vacatures niet bezet, de verwachtingen van de mensen liggen anders, langdurige bezetting van functies steeds moeilijker en vergrijzing binnen verenigingen gaan naar een piek. Veel verenigingen constateren deze problemen en maar een enkeling lijkt het te lukken om voldoende mensen te blijven vinden. De discussie in de bestuurskamer leidt op. Hoe lang houden wij het zo vol en is het betalen van mensen niet de oplossing voor de toekomst? De mensen die zich hiermee bezighouden weten wel wat er moet gebeuren om mensen te werven en te behouden. Persoonlijke aandacht en een heldere taakbeschrijving is de key tot succes. Dit weet iedereen inmiddels wel. Wanneer een vereniging voorgaande niet structureel heeft geborgd, is het bij de gratie van een enthousiasteling die de handschoen oppakt en vaak ook weer neerlegt. Zo ontstaat er vaak een korte piek van enthousiasme wat mensen oplevert en wat daarna vaak weer terugvalt in de oude situatie. Naar mijn idee, geen nieuws en geen nieuw verhaal. Als men weet wat er moet gebeuren en ook hoe het zou moeten, waarom lukt het dan niet om vrijwilligers te werven en te behouden? Eén simpel antwoord heb ik daarop. Het kost energie om energie op te wekken. En vaak is deze langdurige, tussen haakjes, noodzakelijke energie niet aanwezig. En nu zitten we hier weer bij elkaar te praten over vrijwilligersproblemen. Waarin we de uitkomst met elkaar eigenlijk al weten. Ik zeg, het betalen van de mensen is de toekomst. Alleen dan lossen we onze vrijwilligersproblematiek op. Als ik dit verhaal vertel, is er al iemand die zegt, nou, geloof het niet. Of begint al een beetje te borrelen of zeggen we van, heel kort door de bocht. En dat wordt al betaald, de mensen die achter de bar staan. Precies, dus jullie hebben al een professionele oplossing voor een deel van Precies. En nee, hoeveel... niemand meer. Nee, precies. Dus jullie gaan ook al over naar een... Alleen het snijdt een beetje natuurlijk wel. Voor die mensen die echt dus vrijwilligerswerk doen. Precies. Dus dat is de keerste. Maar is de discussie aan de bestuurstafel, is deze herkenbaar? Want dat is voor mij even belangrijk, hè? Wordt die ook zo gevoerd? Van, joh, we weten het wel, maar we hebben geen mensen. Moeten we niet over naar betalen of bepaalde posten? Anders of blijf je in de vrijwilligershoek zitten? Ja. Bij ons is zo geregeld dat alle leden hebben een taak. Ja. Ze kunnen hem afkopen. En zo niet, dan krijgen ze 3 maal de gelegenheid om iets vrijwillig te doen voor de vereniging. Dan krijgen ze een kruidje achteraan na 3 maal. Na 3 maal nee, betalen. Precies, oké. Okay. Dus jullie hebben een soort tussenvorm gezocht van joh, we gaan eerst... Oké, okay, dus dat is een... Dat is dan bij inschrijving van de nieuwe lid. Ja, zo. Als bij zo'n lid wil worden bij u, dan moet de ouder dus, conformeren. De ouders en bij de senioren, zelf. En wat betalen ze dan? Wat zegt u? Wat moeten ze betalen? Dat is €25. 25? Ja. €25? Ja. Per seizoen. Ja. Extra.
Ja, als je hem af wil betalen. Als je hem afkoopt. Als je hem afkoopt. Ja, dat is de afkoop. Maar ja. Kijk, er zijn heel veel mensen die zeggen, nou, koop het wel af. Ja. Ja. Nee, nee. Is nog geen 10%. Ja. Oké, we gaan beginnen. Want het is interessant dit. Het is de doelstelling die ik jullie meegeef. Ik wil dat jullie koppels van 4 vormen. Niet bij dezelfde vereniging. En dan wil ik jullie dat jullie, wanneer jullie dat gedaan hebben, aan de tafel gaan zitten. En tegen elkaar in discussie gaan op basis van jullie eigen beleving. Maar ook op succesverhalen of niet op vraagstukken. Komt tot 5 cruciale randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om een bloeiend verenigingsleven te creëren. Hoe ziet het daarmee om? Die vrijwilligers? Heb ik tot nu toe nog geen negatieve ervaring. Maar het is een beetje interessant altijd, dat in de discussie wordt inderdaad vaak aangegeven, ja, en dan komen ze niet, ga ik er zelf staan, dan zeg ik altijd ja, maar wanneer gaan ze dan een keer voelen? Nou, precies. Wanneer gaat ze nou een keer voelen dat de licht een keer niet aangaan? We zijn nu bezig met, omdat je het op zo'n vlak hebt. En dat veel te klein. De gemeente die niet mee wil werken, ze hebben geen geld. Nee, precies. Dat is spanningveld. Ja, dat is het punt. Ja. Dat is punt. Dus je krijgt altijd vrij dingen. Dus weet je er zo op elkaar. Maar sowieso, als je een kleine grote club bent, je hebt altijd dezelfde spanningsvelden. Nee, want een, vind toch anders. Want ook een kleine club. Een kleine club, veel meer dat je met elkaar een soort... Jij ziet het als sociaal, een klein sociaal. Een grote club is meer een bedrijf. En groter en minder sociaal. Okay. Ja, oké. Okay. Goed, dames en heren. Het was, ik denk, een hele interessante 45 minuten. We zijn een kwartier uitgelopen. Maar dat komt, denk ik, dat jullie het helemaal niet erg vinden. Gezien de discussies die ik mee mogen maken, dat het zinvol is geweest. Nou heb ik nog een kwartier de tijd waar ik eigenlijk nog een half uur vooruit had getrokken. Dus dat ga ik niet redden. Zo simpel is het verhaal. Dus dat gaan we natuurlijk anders doen. Ik kan morgen uitslaan. Stel een praatlijst voor mij. Wat zegt u? Een snelle praatlijst voor mij. Nog sneller praten? Ja. Wat we gaan doen is even als volgt. Ik wil toch even in het kort even per ronde of per groep een randvoorwaarde horen. Of 2. In ieder geval de 2 belangrijkste randvoorwaarden. Dus ik begin even links achterin. Waar zijn jullie gekomen? De top 2. Ik weet dat jullie de 5 hebben, maar dat gaan we vandaag niet redden. Dus doe de 2. Goed inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en de context van het clubverkeer. Tjemig, Mina, wat een zin. Goed inzicht in sociale ontwikkelingen. En die tweede was? En de context van de club. De omgeving. En de oké, okay, precies. Ja, oké, okay, precies. Dat is wel een beetje. Ja, dit is wel een punt. Dat wordt onder punt 1. Oh, dit is 1 punt. Ja. Zo gaat het natuurlijk niet sneller, hè? Punt 2 was kritisch bij op je eigen organisatie en cultuur. Poeh. Kritisch blijven op je eigen organisatie en cultuur. Oké, okay, ja, dat vind ik een hele mooie zin. Maar wat zeg je nou precies? Durf te veranderen. Durf te veranderen en durf dingen te bouwen. En dat creëert vrijwilligers. Ik denk wel dat ik begrijp wat je wil zeggen. Je moet een bepaald ondernemerschap in een club zitten om de juiste dingen een plek te geven en de minder goede dingen ook te durven te veranderen. En ook durven te veranderen, dus negatieve maatregelen nemen, als ik hem zo even mag naar boven mag halen. Dus dan zeg je eigenlijk van, joh, maak beslissingen. Ja. Durf een beslissing te maken. Even in welke zin dan ook. Ja. Mag ik hem zo zeggen? Als bestuur durf een beslissing. Dus als we gaan betalen, gaan we betalen. Als we gaan verplichten, gaan we verplichten. Maar die hadden als punt 4. Ja, oké. Okay. Nou, dan zet ik hem nu hier. Ja, ik denk persoonlijk een hele cruciale, omdat het spanningsveld binnen bestuur, dit gaat er natuurlijk om, is uiteindelijk moet je toewerken naar een beslissing. En zijn er vaak 2 tot 3 kampen die moeilijk vinden om echt moeilijke punten over verplichten en betalen. En die discussie is natuurlijk immens ingewikkeld. Je hebt altijd 2 strijden, maar uiteindelijk moet er wel ergens een keer iets. En zolang die discussie blijft, gebeurt er niks. En dat is natuurlijk wat ik denk wat jullie daarmee bedoelen. Ja, mensen komen niet voor niks bijvoorbeeld bij jouw club, zeker als er meerdere clubs in de buurt zitten. Waarom kiezen mensen voor jouw club? Ja, voor een bepaalde sfeer. Je moet die sfeer zien te herbehouden.
En je moet dan ook durven zeggen van luisteren, we willen die sfeer zo houden, maar daar verwachten we van jou wel. Precies. Dat nee, precies. Dus jij draait het om. In plaats van dat ze iets van de club verwachten, zeggen we verwachten juist. Dat mag je ook wel. Ja, precies. Dus ja, precies. Ja, ja. Straks zei je de clubling zelf. Ja, 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 precies. Dat zijn weer een stukje normale waarden. Ook? Ja, precies. Waardoor de waarden zijn natuurlijk net overal gelijk. Dus, oh, ja, ik vind het een waarde dat je gewoon iets doet voor je vereniging waar je zelf voor gekozen hebt om daar te doen. Ja, maar dat is dan als je deel goed probleem, dat ze dat zeggen van niet. Waar iedereen zegt van hier heb je mijn kind en kom om 5 jaar halen. En deze 10 euro is de zak. Ja, ik heb al contributie betaald. Dus, ja. Ga naar de volgende tafel. We gaan naar de volgende tafel, jullie twee. Bedankt voor jullie inbreng. Verenigingsleven. Ja, deze randvoorwaarden. Ja, maar dat is als vrijwilligersleven. Ja, sorry, verenigingsvrijwilligersleven. Ja, dat is wel erg. Je bent wel een beetje erg kritisch. Nou ja, want, het is een succesvol verenigingsleven. Daar heb je een financieel gezonde vereniging voor nodig. Dus financieel gezond was voor ons heel belangrijk. Oh, jullie hebben echt ook vanuit het verenigingsleven genomen. Oh! Ja. Oh, oh. Maar dat is niet zo relevant voor vrijwilligers. Maar goed, en financieel gezond is natuurlijk per definitie een randvoorwaarde voor een vitale vereniging. Dus anders. Maar dat draait maar weet je welke En welke hadden jullie dan nog meer? Taakomschrijving. De taak. Ik door hiervan zeker. Een taakomschrijving. Een taakomschrijving voor de vrijwilligers. Ja, heel mooi. En voor alle medewerkers. We hebben nog veel meer, maar dat was wel nodig. Nee, snap ik. Deze groep. Plezier creëren. En wat is er nu nummer 2? Die is ook mooi, tenminste als ik nog even mag herinneren. Ja. Passende werving. Passende werving. Ja, dat roept mij meer vragen eens. Wat bedoel je met passende werving? Dat je mensen in elkaar zet, inderdaad, van waar ben je goed in, maar dan ook. Dus ja, en ook door de juiste mensen laat binnenhalen, zeg maar. Dus niet allemaal via dus één manier. Dus mensen benaderen in wat ze goed kunnen. Ja. Ja, maar ook door de juiste mensen laten benaderen. Wat hij bedoelt, oh, en door de juiste. Als een vriend het aan jou vraagt of een goede kennis, dan doe je het eerder als wanneer. De voorzitter van de voetbalvereniging langs de lijn loopt, die zegt, joh, kom jij even vrijwilliger? Dan denk je, joh. Maar als het is iemand die zegt, nou, zijn team naast, en die zegt, joh, ik ben al jaren hier vrijwilliger, dat is hartstikke leuk, man. Ja, kom precies. Op, dat werkt heel anders. Dus, maar dan is de randwaarde die ik eruit hoor, is dat men elkaar dus kent, dat een randwaarde is voor een succesvolle nieuwe vrijwilliger. Ja. Toch? Dat is wat ik uit jouw woorden een beetje hoor. De kans is groter dat een vrijwilliger komt omdat je hem kent, dan dat je hem als je hem niet kent. Ja. Maar volgens mij moet een vrijwilliger ook goed zijn. Ik wil zomaar iedereen, dat bedoel jij toch, op elke plek zetten. Van, oh ja, nee, precies. Nee, eens. Dat bedoelen wij niet. Wij bedoelen eigenlijk gewoon dat je iemand vraagt. Als je wordt gevraagd door iemand die jij persoonlijk kent, dan voel je je veel eerder aangesproken en verplicht om het te doen als wanneer een of andere bobo tegen jou zegt van joh, het wordt tijd dat jij wat gaat doen. Want er zijn allemaal mensen als iemand tegen mij zegt van joh, het wordt tijd dat jij wat gaat doen. Dan kan je niet als jullie van me. Nou, wat zeg je dan? Zeg ik, in eerste instantie. Nee, helder voor mij, duidelijk. Dankjewel. Laatste groep, top 2. Communiceren dus natuurlijk, maar ook echt goed communiceren van de. Ja, jij zei doelgericht communiceren, hoor ik je net zeggen. Ja, ja. Per doelgroep gaan communiceren. Ja, ja. Dus moet je eigenlijk in. Je hebt meerdere groepen natuurlijk als vrijwilliger. Je eigen leden, de ouders. Ja, jeugdleden zelfs. Ja, precies. En die kunnen. En allemaal met hun eigen, precies. Ja. Die kunnen specifieke taken voor je vereniging gaan verrichten. Ja, helder, helder. Wij hadden ook heel duidelijk, die heel raakt aan 7 natuurlijk, persoonlijke benadering. Ja, precies. Dat was het al. Ja, ja, helder. En laat ik hem staan. Goed, dankjewel. Ik wil gaan afronden. Ik heb geen tijd meer om helemaal de diepte te gaan. Vind ik jammer, want ik merk wel mezelf dat ik nog wel graag heel erg de discussie in wilde met jullie. Maar dat gaat hem nu niet worden.
Maar desondanks wil ik toch even een rondje doen over wat je meeneemt naar je eigen vereniging. Want we zijn begonnen met hier met allemaal met een bepaald verwachtingspatroon. En mijn persoonlijke doelstelling was om hem een beetje scherp in te zetten en dat je een scherpe discussie met elkaar kan krijgen wat er nodig is. En ik wil even jullie weten of je nu weggaat en naar de bestuurskamer teruglopen van je denkt van nou, ik heb wel weer wat te bespreken. Of dit werd bij mij toch wat anders, de zaak op een ander licht, in een ander licht. Is dat zo? Want dan is dat is voor mij even een graadmeter om voor jullie... Sjoerd, hoe ga je terug straks? Heeft geholpen deze avond? Nou, wat mijn collega zei van nummer 7, de persoonlijke benadering, hoe je echt... Weet je, het is een schot voor open doel, maar hij heeft wel gewoon gelijk. Dat werkt gewoon veel beter. Ja. En dat ik hoorde dat andere verenigingen bestuursleden voor vrijwilligers hebben, dat vind ik ook eigenlijk een werelds idee. Hebben wij niet. Dat zou wel een goed idee zijn. Mooi. Voor jou zinvol. Ja. Top. Andere? De andere? Bestuursleden voor vrijwilligers. Die snap je niet, hè, nog? Bestuurslid vrijwilligerszaken. Bestuurslid vrijwilligerszaken. Vrijwilliger. Ja, u gaat naar de. Dat vind ik interessant hoor. Ja? Met de bestuur. Ja, nou, vind ik mooi. Oké, okay, goed. Ja, ik denk dat. Nou, gaan we toch een discussie. Ja, nee, doe maar. Ja, doe maar een beetje. Mag wel even. Van inderdaad, durft het maar te veranderen? Dat is nog een beetje de grote vraag. Gaan we die stap nemen? Ja, precies. Durf je dat? Maar dat is ook weer inherent aan de mensen die hier zitten. Dat zijn allemaal mensen die al heel veel voor een club doen. Ja, precies. Dus ik denk dat er voor ons allen niet zo heel veel nieuwe dingen op het bord komen. Maar dat is de kunst om dat over te geven aan de volgende generatie. Ja. Wat achter ons ligt. Ja. Want over een jaar of 10 zijn wij er niet meer. Nummer 1 ook even. Toch? Sorry hoor. Even centraal. Even. Mevrouw. Nummer 1 vind ik inderdaad ook een hele goede. En eigenlijk kwam jij daarmee ook in onze groep van de goede inzicht van de sociale cultuur binnen een vereniging. Van ja, hoe ga je inderdaad om met de andere culturen die binnen een vereniging ook leven? Daar heb ik eigenlijk ook nooit bij stilgestaan. En hoe ga je daar inderdaad mee om? Dus dat vond ik ook wel een eye-opener. Ja, fijn. Ja. Fijn. Iemand nog bijdragen? Zeg maar, deze manier vooraan. Gewoon fijn dat jij dat even doet trouwens. Ja, fijn. Goed, hè? Ja. Nee, zeker prettig om heel veel ook dingen te horen die heel herkenbaar zijn. Het enige wat ik wel had, maar dat is ook wat jij net zegt van we gaan nu niet meer verder, ook de diepte in. Ik had denk ik wel meer de verwachting dat we ook vanuit de KNVB misschien toch wat meer zouden meekrijgen aan tips en tricks. Het gouden ei. Ja, nou, en ik weet dat er wel heel veel... Die hebben we niet. Nee. Een illusiearme dan. Nee, ja, dit vind ik dan wel mooi. Maar dit is dus ook verwachting uitspreken. Zoals jullie er tegenaan kijken, zo kijken wij ook professioneel tegen problemen aan. Alleen wat wij natuurlijk kunnen bieden, incidenteel wanneer mogelijk, is het opwekken wat ik in mijn verhaal ook zei. Het kost energie om energie te creëren. Dus het enige wat we in het KNVB soms hebben, is dat we mensen beschikking hebben om even tijdelijk een energie op te wekken. Nou, en dat, nou ja, dat heb ik ook daarachter allemaal. Hè. Dus die wereld bestaat. Het gaat mij voor die stap ervoor. Ik vind het goed als mensen nadenken over de beslissing te maken, want dat is wel de kern. Wij gaan niet effectief zijn bij een club als er aan de bovenkant geen beslissing durft worden gemaakt. En aan de onderkant energiestoot geven, dat werkt niet op den duur. En zo moeten we wel realistisch aan elkaar blijven omgaan. En ook naar deze situatie vind ik een interessante discussie. Ja jongens, soms moeten we misschien maar zeggen dat het verplicht is. Soms moeten we gewoon vragen voor geld, of hoe je het ook bent of keert. Als dat uiteindelijk denkt dat dat bijdraagt, dat jouw club daardoor beter functioneert en dat je daardoor leven lang kan voetballen, waarom niet? Het is zo'n taboe. En terwijl het ook ik heb zat voorbeelden gehoord van verenigingen die aan het verplichten zijn, indirect al mensen betalen en het gaat prima. Dus ik vind het belangrijk dat dat een goede diepgaande discussie krijgt binnen de verenigingen. En natuurlijk kunnen wij daar als KNVB aan bijdragen door het klankbord te vergeren van joh, wij kunnen dingen wel op scherp stellen. Ja, maar eigenlijk zeg en dat is wel belangrijk. Dat je te weinig contributie in vraagt. Ik hoorde net dat ze eerst 50 euro erop doen en dan mensen die iets doen, 50 euro kort niet geven. Ja, nou ja, dat is hun. Nee,
nee, zo is het niet. Je betaalt dan de contributie. Op het moment dat je niks doet, dan moet je gewoon geld extra betalen. Dat was toch... Dat varieert per club. Ja, de een die het doet afkopen. De een koopt het af en de ander zegt, eerst zegt ik schiet het voor en je kunt het terugverdienen. En de ander zegt van nee, ik betaal het meteen en ik koop het af. Nou, het is het kip, maakt niet uit. Links of rechts, het is maar hoe je het bekijkt. Maar het is wel interessant om die gedachtenstroom mee te nemen, want de angst die zo vaak aan tafel is, is dat men bang is dat men leden verliest. Men is aan het einde van de rit, durft men die beslissing, omdat men bang is dat er opeens een hele grote opstand komt binnen de club en dat iedereen zo roep, naar de... Ja, maar ik vind het een te makkelijke discussie. Ja, nee, doe maar. Ik zou het heel leuk vinden om eens te brainstormen op welke manier je nou iemand binnen kan krijgen en binnen kan houden en ook nog iets gaat doen voor je vereniging. Hoe creatief kan je erin zijn? Ja. En dat is leuk natuurlijk. Ja, nee, eens. Dat is een keuze. Dit is heel simpel. Nee, maar je kiest hier, en dat is prima, maar je kiest hiermee dus voor een strategie. Wij zeggen, wij doen het met eigen mensen, op eigen kracht, willen wij een sociaal vrijwilligersklimaat creëren bij onze club en dat doen wij met vrijwillige mensen. En dat doen we onbetaald, want zo gaat dat hier. En dat is helemaal oké. En dat wil ik ook niet zeggen, er is geen goed of slecht. Het is alleen dat het perspectief van de discussie soms even weer, om uiteindelijk weer te beseffen dat dit de weg is die u kiest. En dan zeg ik, nou, ik kom graag een keer bij u langs om met de derde helft door te praten. Want dat vind ik hartstikke goed. En het is jammer dat we dat vanavond niet de ruimte verkregen, want anders had ik dat graag. Maar nogmaals, de KNVB is er. Je kunt mij bellen. Je kunt de KNVB bellen en dan komen we langs. En dan komen we aan de bestuurstafel zitten. En dan gaan we er gewoon nog een keer vanavond aan wijden. En dan gaan we het wel eens even de diepte in bij u, voor uw vereniging, als u daar behoefte aan heeft. Dus ik ga afsluiten nu. Oh, sorry. Je mag laatst... Opmerking over diepgang. Er is een documentatie bij nieuwekansensport.nl. En daar staat, het is echt een heel leuk kijk op hoe je vrijwilligers gaat benaderen. En dan praten zij dus niet over vrijwilligers, maar over participeren. Okay. En daar kom ik nog even een opmerking nog overheen maken. Je moet eigenlijk geen mensen vragen die ergens goed in zijn. Want dat is sowieso heel moeilijk om dat te constateren. Maar veel interessanter is de vraag, waar zou je denken dat je goed in kan zijn? En probeer het eens een maand en benader je het dan ook. Want je weet niet of je het leuk vindt om in de kantine te staan. Maar als je in de kantine hebt gestaan en je hebt 10 leuke mensen ontmoet, waarvan je denkt, hé, dat zijn ook geinige mensen om eens een keer mee om te gaan. Dan denk je, oh ja, dat kantinewerk is misschien helemaal nog niet zo slecht. Dus wees niet te vooroordeeld op het feit dat als iemand goed in zijn communicatie is, dat hij dan ook alleen maar goed kan communiceren. Maar misschien heeft hij ook wel een heel goed spellingzicht. Dankjewel. Dus. Ik wil jullie bedanken. Ik heb het gevoel dat het toch een leuke avond is geweest. Dat je toch, iedereen die er toch weggaat, van nou, ik heb toch iets. Ik wil voor nu even benadrukken, en ik kom straks niet met het woord, is dat ik heb formulieren op tafel gelegd over deze eerste deel van de avond. Een contactformulier. Mocht je nou na vanavond denken, nou, ik wil toch graag met deze jongen nog een keer in gesprek raken. Of met een collega van mij. Geef het aan. Dan neem ik contact met je op, maak een afspraak. Het mag ook op andere vlakken zijn, want daarachter staan ook allerlei andere onderwerpen. Ik heb een dus... vraag aan de vergadering in Brabant en in Overijssel. Is dat het, want in mij zijn denken, maar dan, en dan in het Westen. Maar Brabant is een heel andere cultuur dan hier in het Westen, denk ik. Ja, ik wil daar graag nu heel veel over uitweiden, maar ik ga het echt niet weten. Ik kom alleen maar in het Westen. Dank jullie wel.